In deze video ga ik laten zien hoe een zomerse ochtend bij mij eruit ziet. Niet iedere dag is hetzelfde, maar dit zijn wel in grote lijnen wat ik fijn vind om in de ochtend te doen. Vandaag begin ik de ochtend met een wandeling. Ik ben sowieso niet van het hardlopen en helemaal niet als het heel erg warm is. Dus vandaar dat ik wandelen wel een hele goede optie vind. Ik heb gemerkt dat ik het heel erg fijn vind om op deze manier de ochtend te beginnen. Tijdens het wandelen vind ik het heel erg fijn om naar een podcast te luisteren. Vandaag ging ik toevallig direct door naar de supermarkt, want ik had nog geen ontbijt. En nu zijn we alweer thuis. Ik ben op dit moment niet enorm sportief bezig. Ik heb een periode gehad dat ik dat wel deed, maar ik heb gemerkt dat ik wandelen wel heel erg fijn vind. Dus dit blijft er zeker in. Nu wordt het tijd om mijn ontbijt klaar te maken. Ik ga een ijskoffie maken. Heb ik al een tijdje niet meer gehad. Maar heb ik wel heel veel zin in. En ik ga mijn pancakes klaarmaken. Ik ga even genieten van mijn ontbijt. Lekker. En dan ga ik me opfrissen. Dan ga ik even douchen. En een beetje make-up opdoen. Als het warm is, heb ik eigenlijk het liefst zo min mogelijk aan. Vandaag heb ik voor dit jurkje gekozen. Dit is echt een van mijn favoriete jurkjes. Eigenlijk zou ik mijn kast wel weer eens mogen herorganiseren. Het ziet er op zich wel prima uit, maar... het is een beetje opgepropt. Het wordt tijd voor make-up. En eigenlijk draag ik vrij weinig make-up of geen make-up. Als het echt heel warm is. Zoals op de dag van vandaag is het 33 graden. Ik vind het zo bizar dat de Nederlandse temperaturen ook zo hoog kunnen zijn. Maar vandaag heb ik wel zin om iets op mijn gezicht aan te brengen. Ik heb net al een crèmeetje op gedaan, maar het zweet er al vanaf. Dus ik ga gewoon make-up aanbrengen. Geen idee hoe lang het blijft zitten. Maar we doen het gewoon eventjes lekker. Ik heb trouwens niet zo lang geleden had ik mijn make-up stash geminimaliseerd. Ik heb nog wel mijn andere make-upjes ergens bewaard. Maar ja, ik wil gewoon kijken of ik met minder ook mijn make-up kan doen. En tot nu toe gaat het helemaal prima. Hier ligt dan mijn everyday make-up. En mijn kwasten. Het is helemaal top dit. Gaan we voor foundation of niet? Heel klein beetje. En ik ben altijd al een persoon geweest die wel van make-up houdt. Maar ik hou niet van extreem veel make-up. Het is wel leuk om een keertje veel make-up op je gezicht aan te brengen. Maar ik ben meer van het, ja, natuurlijke make-up. Mijn belangrijke stap. Poeder. Die bijna op is. Dit palet is echt mijn go-to highlighter en bronzer palet. Hij is namelijk van Charlotte Tilbury. En ik vind het zo fijn als je niet zoveel verschillende paletten nodig hebt. Het liefst heb ik alles in één palet. Maar ja, de make-up producten die ik op dit moment gebruik zijn ook wel echt mijn favorieten. En ik merk dat ik er heel erg blij mee ben. Dit hoort ook in mijn morning routine. Eigenlijk sinds dat de pandemie van start is gegaan... zijn mijn buren, verschillende buren, lekker aan het klussen. Dus ook onderdeel van mijn ochtend. Oh jongens, ik vind het nog steeds super leuk om nieuwe make-upjes uit te proberen. Zo ontdek ik weer, ja, nieuwe producten. Ik kan een dag niet goed beginnen zonder een to-do-lijst. Ik had al een beetje een lijstje gemaakt wat ik vandaag gedaan wil hebben. Zeg maar wat ik in de middag ga doen, want in de ochtend. Ik heb mezelf gewoon voorgenomen om vandaag de ochtend gewoon rustig te beginnen voor mij doen. Even kijken, wat gaan we vandaag allemaal doen? Normaal gesproken wil ik zoveel mogelijk op een dag gedaan hebben.
Maar met warme temperaturen ga ik niet te streng voor mezelf zijn. Want het kost gewoon heel veel energie als het warm is. Maar het gaat me lukken om wel wat dingen gedaan te hebben vandaag. Eerder deze ochtend hebben jullie kunnen zien dat ik gebruik maakte van bepaalde oortjes. Het zijn namelijk de Power Beats Pro. Ze komen in verschillende kleuren en ik heb de lichtblauwe. En deze zitten zo ontzettend fijn. Ze zijn compleet draadloos. Ik hou van draadloze oortjes, want ik kan niet tegen alle bedradingen. Dat zit zo erg in de knoop. En ze zitten zo fijn in mijn oren. En je kan ze nog eens connecten aan Siri of Google Assistant. Ik gebruik dit echt dagelijks. En helemaal als ik last heb van het gemor van de buren. Oh. Als ik ze in heb, kan ik gewoon lekker gefocust mijn muziek of podcast luisteren. En ik denk dat ik ze nu weer gelijk in ga doen en iets op ga zetten. Voor nu ga ik even een podcastje luisteren. En chillen, denk ik. Ik heb even een glaasje water met citroen gemaakt. Op een gegeven moment vind ik de smaak van water niet meer erg lekker. Dus om het een beetje wel gezond te houden. En het wordt maar eens tijd om aan mijn to-do-lijst te beginnen. En gewoon echt mijn dag voor te zetten. Een ochtend is natuurlijk maar een dagdeel. En ja, ik moet eigenlijk best wel doen vandaag. Zoals ik al zei, iedere dag ziet er weer anders uit bij mij. Ik heb wel wat standaard dingetjes wat ik elke dag doe. Wat in mijn routine zit. Maar dit is zeg maar een vrije dag. Dus een vrije invuldag. Ik heb ook een aantal dagen deze zomer dat ik moet werken. Ik werk in een woonwinkel. Dat heb ik volgens mij al eerder vermeld. Maar misschien vinden jullie het wel leuk om te weten waarom ik nou eigenlijk een extra bijbaantje heb. Om een lang verhaal kort te maken. Tijdens deze pandemie werd ik gewoon helemaal gek. Dat ik de hele tijd thuis zat vanwege thuisstudie. En dat ik niet zoveel sociale contacten had. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon lekker solliciteren. Ik wilde gewoon heel graag wat doen. Dus toen ben ik daar terecht gekomen. En nu werk ik best wel veel in de vakantie. Omdat ze me ook nodig hebben. En als straks school begint, wil ik iets van 2 dagjes in de week daar gaan werken. Maar ik vind het heel erg leuk. Het zijn leuke mensen. Ik ben met interieur bezig. Dat maakt me super blij. En eigenlijk heb ik nu 2 banen. Ik ben content creator en ik ben winkelmedewerker en ik ben dan nog geen student. Zoveel. En dan moet ik binnenkort ook nog wel mijn sociale leven weer eens gaan oppakken. Nou ja, ik kies er natuurlijk zelf voor. Maar aan de andere kant, zolang ik het vol hou, hou ik het vol. En ja, op zulke ochtenden maak ik me klaar voor werk. Ga ik naar werk, ga ik de hele dag werken. En dan kom ik thuis om te eten en dan ga ik weer slapen. En vandaag staat een beetje in het teken van content maken. Voornamelijk chillen. Vanwege de warmte. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij je ochtend begint. Dus laat het vooral hieronder in de reacties achter. Ik ga verder met mijn dag. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video.